Je kent vast het gezegde, over smaak valt niet te twisten. Zo'n uitspraak rolt je wellicht zo over de lippen. Lukt het je echter ook om in het dagelijks leven de strijd niet aan te gaan wanneer je een verschil bemerkt? Zeg maar een verschil in smaak. Oh, wat ben ik toch onhandig. De regering die maakt er een potje van. Zij is een echt goede moeder. Ugh, wat een gore soep serveren ze hier. Met de oordelen over onszelf, anderen en de wereld sluiten we vele smaken uit. Zo waarschuwen we bijvoorbeeld onze kinderen voor Tommy en Merel, omdat ze de verkeerde vrienden zouden zijn. Maar met Tommy en Merel is echt helemaal niks mis. Ze vallen alleen niet bij jou in de smaak. Net zoals jij wellicht ook regelmatig niet in de smaak valt bij anderen, omdat jouw persoonlijke voorkeuren nu eenmaal anders zijn dan die van hen. En ja, onbekend maakt nog steeds onbemind. In plaats dat we in ons leven voor onze eigen waarden durven te gaan staan, zodat we met elkaar oneindig veel nieuwe smaken kunnen creëren, blijven we vaak gehecht aan die ene smaak. En ook al merken we in het contact met anderen dat dit soms zorgt voor een bittere nasmaak, toch houden we er meestal aan vast, omdat we deze smaak nu eenmaal goed kennen. En hierdoor vergeten zijn dat we het ook anders zouden kunnen. En juist bij het herontdekken van dergelijke ongebruikte vermogens kunnen anderen, zeg maar van die vreemde smaakmakers, je helpen. Echte smaakmakers twisten namelijk niet over vlees of vis, over zout of peper, hartig of zoet. Voor hen is er geen beter of slechter. Soms gaat hun voorkeur uit naar vlees, soms naar vis of zelfs de combinatie ervan. Smaakmakers vinden het helemaal oké dat er verschillende smaken naast elkaar bestaan. Ze gaan daarom de strijd niet aan om hun gelijk te halen, omdat ze dan voor zichzelf zoveel smaken uit zouden sluiten. In plaats hiervan houden zij hun ego gestript en weten zo vanuit hun eigen passie en kracht juist smaken te versterken, door ze met elkaar te combineren. Echte smaakmakers zorgen zo steeds weer voor nieuwe waardecreatie. Zij bewandelen vol vertrouwen hun eigen levenspad en wijzen daarbij die van anderen niet af. Sterker nog, ze zetten regelmatig met hun kinderlijke nieuwsgierigheid stappen op het levenspad van anderen, om zo te ontdekken welke smaken zij nog aan hun eigen leven en die van anderen toe kunnen voegen. Smaakt dit naar meer? Word dan ook een smaakmaker door je eigen ego te strippen.